Top, wat doet het je, top 50? Heel veel. Ik vind het een hele mooie eer in de eerste instantie om dit vak te vertegenwoordigen natuurlijk. Het is een mooi vak, een prachtig vak. En ik zie het ook vooral als een ambassadeursrol. Hè? Mensen die zeggen wel eens, hey Jasper, ben je nu genomineerd voor de titel van beste leraar? Ik heb er toch een beetje moeite mee eigenlijk. Want wat maakt je tot een goede leraar? Laat staan de beste leraar. Ik vind het toch vooral iets om, het vak te vertegenwoordigen. Kijk, de beste is ook een kwestie van smaak voor een deel. Maar wel belangrijk hoe je leerlingen over je denken. Dus ik dacht, nou, laten we gewoon aan jouw leerlingen vragen hoe ze over je denken. En dit zeggen ze. Hey Jasper, ik hoop heel erg dat jij als goede leraar het gaat winnen. Ik denk dat je zeker een hele goede kans maakt. En ik hoop dat je nog heel lang les gaat geven op onze school. Heel veel succes Jasper en ik hoop echt heel erg dat je, dat je het wereldkampioenschap wint. Jasper, je bent echt een geweldige, inspirerende man. En ik denk dat we allemaal echt superveel van je kunnen leren. En ik ben heel blij dat je bij ons een leraar bent op school. En ik hoop zelfs als u dat miljoen dollar gaat winnen, dat u nog steeds leraar blijft op onze school. Wat doe jij anders Jasper? Ik vind dit in de eerste instantie heel mooi om te zien. Dus de waardering die je krijgt van leerlingen. Wat ik vaak terugkrijg van leerlingen is dat ze het waarderen dat ze vrijheid, autonomie, zelfstandigheid krijgen. Ik geef ze veel keuzes in het leren. Sommige leerlingen die zitten moeilijk stil, die willen graag in een groepje samenwerken. Anderen willen graag recht toe, recht aan leren. Die willen gewoon weten, Jasper, wat moeten we leren? Weer anderen zijn meer visueel ingesteld. Die probeer ik dan audiovisueel materiaal te bieden of soms dat zelf te maken. En weer anderen zijn gewoon wat sneller. Die willen gewoon wat sneller door de stof heen. Waarom zou iedereen verplicht naar mijn uitleg moeten luisteren? Je geeft jezelf dus heel veel meer werk. Je hebt niet standaard hier. Dit is allemaal voor jullie allemaal en leer maar. Iedereen krijgt maatwerk bijna. Ik zie het als een investering. Maar dat is wel maatwerk. Ja, het is maatwerk. Ik doe het ook niet alleen. Ik wil benadrukken dat lesgeven echt een team effort is, teamwork. Ik doe het ook met twee van mijn collega's die ik dat vak samen heb ontwikkeld. En samen maken we dus dat onderwijs werk en dat materiaal waar we onze leerlingen mee willen stimuleren. Want kijk, je geeft een vak geschiedenis waarvan nu vooroordeel, als het niet zo is moet je het gewoon vooral zeggen. Geschiedenis, het was mijn lievelingsvak op school, hè? Dus houd het goed. Maar ik weet dat de gemiddelde leerling, dus zeg maar de leerlingen met hun hoofd in het vuur en hun voeten in de diepvries, dat de gemiddelde leerling geschiedenis niet heel erg sexy vindt. En heb je ook nog eens een specialisme als grote denkers. Grote denkers? Ja, en dan denk je van grote denkers geschiedenis. En ben je 13, 14, 15 jaar? Wow, hoe krijgen ze geïnspireerd? Hoe krijgen ze geïnteresseerd? Ja, dat is de mooiste uitdaging eigenlijk. Want je hebt een vakgebied, geschiedenis en filosofie, waarvan ik oprecht geloof dat het heel relevant is voor ons nu. Denkers zoals Socrates, Plato, Aristoteles, hebben we het eerder ook al even over gehad. Ja. Die zijn relevant voor het heden. En we geven ze grote vragen, noemen we dan, filosofische kwesties, die leggen we ze voor. Waarin ze zoals Socrates de markt op gaan om met elkaar dat gesprek aan te gaan. En dat kunnen dingen zijn die heel actueel zijn, inderdaad. Neem bijvoorbeeld uitverkiezing van Donald Trump, uiteraard hebben we het daarover gehad. En uiteraard zijn dingen zoals demagogie zaken waar denkers die misschien 2500 jaar geleden overleden zijn, hebben daar ook uitspraken over gedaan. Dus we proberen het relevant te maken voor het heden. Maar